Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb mijn haar een keer los. Ik weet niet of ik er nou heel blij van word, want ik moet eigenlijk gewoon naar de kapper. Er moet gewoon weer een modelletje in komen. Want nou staat het echt zo van, nee, dat. Maar ja, hè, het is zoals het is. Ik heb Jordi, Liam en Sam naar school gebracht. Nou ja, Sam, Jordi, Liam, op die volgorde. En ik heb daarna even boodschapjes gedaan bij de Lidl. Even een paar dingetjes. We eten vandaag macaroni, want die moet ik daar al klaarmaken. Want we moeten om 4:30 naar de tandarts met de kinderen. Dus alle drie de kinderen. Ik en Niels niet. Gelukkig nog even niet, alhoewel ik heb hier een gaatje zitten. Maar ja, dat komt allemaal wel. Dat is wat we aan het doen zijn. Ik ga vanmiddag Jordi ophalen en Niels die gaat Liam ophalen, want Niels komt iets eerder naar huis. Omdat het anders gewoon geen doen is voor de kinderen naar de tandarts gaan. Dan kan hij even helpen met Jordi zijn broek en alles enzovoorts. Dus, want Jordi heeft bijvoorbeeld rooie kont, bla bla bla. Is allemaal ingewikkeld, maar hij heeft gewoon, ik heb een paar extra handen nodig op het moment met Jordi. En voor nu ga ik heel eventjes eten, een was aanzetten en even wat opruimen hier. En dan zien we het wel weer verder. We doen het gewoon lekker rustig aan even. Want ik heb tot 12 uur en dat is nu nog ongeveer 2 uur, iets minder, heb ik nog geen kind in mijn omgeving momenteel. Dus laten we er even van gaan genieten. Ik ga eventjes gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zo, mijn was staat aan. Ik heb gegeten. Maar ik heb natuurlijk gewoon doorgewassen. Tada! Dat is de was die ik moet opvouwen. Met hier nog een lading was. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik heb mijn timer op een uur gezet. Het is nu 10:30. En ik geef mezelf een uur om dit op te lossen voor mezelf. Oh, en als het gelukt is, laat ik het jullie zien. Als het niet gelukt is, dan hoor je er niks meer over. Nou! Alle was heb ik opgevouwd, klaar. Ligt ook allemaal alweer in de kasten. Maar er is één ding wat ik nu nog moet doen. Ik heb nog 10 minuten ongeveer. En dat is deze bende. Ik heb een hekel, als jullie me vaak langer volgen. Ik heb een hekel aan de vaatwasser uitruimen. Inruimen boeit me niet. Echt, heb ik echt. Het interesseert me echt helemaal niks. De vaatwasser uitruimen. Dat weten jullie allemaal, denk ik wel, als jullie me al langer volgen. Maar, oh ja, strijken. Heb ik ook een hekel aan. Moet ik ook niet. Waar ik ook een hekel aan heb, is sokken bij elkaar zoeken. En in elkaar doen. Ik stel dat ook altijd uit. Daarom heb ik ook zo'n volle mand. Meestal zegt Niels altijd van, je hebt een mand met sokken, toch? Ja, oh, dan zoek ik die van mij er wel even uit. Dus ja, is goed. Scheelt mij weer. Moeite ervoor doen. Maar goed. Ik ga het even gauw doen, want ja, het moet toch gebeuren. Hup. Kindjes liggen op bed. We zijn bij de tandarts geweest, of Niels? Ja. Hebben ze het goed gedaan? Ja. Ja? Ja, viel eigenlijk wel. Ja, en we waren snel weer buiten. Het was kijken, poetsen en prima. Liam vindt het altijd geweldig. Ja, Liam gaat ook zitten voor de kapper. Gaat hij ook zitten zo van, komt ie maar. Dus wat dat betreft, Sam was weer ellende en Jordi als Jordi. Ja. Dat. Mijn nagels moeten gedaan worden. Het ziet er niet meer uit. Het is slecht. Ik moet deze set er ook afhalen, want het is niks meer. Dat ga ik doen. En ondertussen gaan we serie kijken. Welke serie kijken we, Niels? Ferry de serie. Dus die zijn we aan het kijken. Wat denkt hij nou? Ja, dat. Een goeden morgen. Hi. Zeg je ook hi? Boomba. Nee, niet Boomba. Zeg jij hoi? Hoi. Hoi. Oké. Hi. Hi. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Dus ze zien er weer oké uit. Ja. Niels die is werken. Ja, hè, dat doen mensen. Niels doet veel werken wat dat betreft. Maar ja, hey.
iets moet op de plank komen, hè, want ik werk niet. Dan ga ik daar een kruidje maken. En ja, de zaterdag gewoon verder doen, hè. Hoi. Hallo. Sam, hallo. Hallo. Eén, twee, drie. Ja, dat weet hij goed. Eén, twee, drie. Oh, daar gingen jullie bijna. Wilt jij weer liggen? Jordi zit daar. En ja, dat. Hoi jongen. Ben je bij? Dit is wel heel schattig. Ze zitten zo even. Normaal kunnen ze niet bij elkaar zitten, maar ja. Ik denk dat dit wel topie is. Een hele goede morgen. We hebben gisteren een beetje opgeruimd hier en toen zijn we op de bank gaan hangen en niks bijzonders meer gedaan. En ik had ook gewoon geen puff om te vloggen. Dus ja, hè. Die tijden en momenten heb je ook wel eens. Ik heb schrale lippen. Maar goed, wij gaan naar Sinterklaasje. Ik heb hier de pakjes liggen. Jordi krijgt geen pakje aan, maar hij krijgt wel een I Love Pepernoot trui aan. Dus dat. Niels is net thuis van broodje halen. Met Liam samen. Ja, gaan we naar Sinterklaasje? Naar Sinterklaasje? Ja? Niels heeft broodje gehaald. En water. Want hè, dat is nodig. Want als je even wegblijft en ze hebt dorst, dan moet ze natuurlijk even drinken. Dus dat. Wij gaan iedereen klaarmaken en dan gaan we onderweg. Toch Niels? Ja. Wat was het gezellig, hè, papa? Mm-hmm. Ja, de kindjes vonden het hartstikke leuk. Alleen op een gegeven moment hadden ze het gezien. Dus we zeiden Niels en ik ook tegen elkaar, we moeten nou echt gaan. Toen hebben we nog onderweg eventjes kibbeling gehaald. Dan zitten we nu lekker allemaal te smullen. Papa heeft ook een broodje haring. Dus Jordi zit hier lekker te smullen. En dan hebben we Sinterklaas binnengehaald. Vond je het leuk, Sam? Je hebt veel gedanst, hè? Ja. We kwamen mensen tegen die naar onze vlog kijken. Gezellig dat jullie kijken. Het was leuk jullie gezien te hebben. We hebben weer gegeten en gedronken. Heb je gehapt? Heb je hap-hap gedaan? Auto. Dus zeggen auto. Auto. En
Bus. Jee, bus. Bus. Net zat hij het allemaal te oefenen en te zeggen. Auto, bus. Bus, auto, auto, bus. Auto, auto, bus. Goed zo, bus. Goed zo. Auto, bus. Nee, dat is niet Boomba, dat is auto. Dat is papa's auto. Daar, Boomba. Wie is dit? Wie is dit? Boomba. Is dat Boomba? En wie is dit? Nee. Nee, en wie is dit? Wie is dit? Aapje. Aapje. Aapje, goed zo. Hij komt altijd met een aanloop. Hè? Zo. Yay! Kusje, kusje, kusje. Mwah, lekker man. Lekker. Nog een kus. Mwah, lekker man. Lekker man. Hey! Hey! Iedereen is gedoucht. We hebben de kinderen in bed gelegd. Die hadden het zo naar hun zin gehad. Dus die zijn gelijk gaan slapen. Ik heb straks nog voor het eten ben ik nog naar de winkel geweest met Jordi. Mm-hmm. En met de tablet. Want Jordi die... Ja, anders valt hij in slaap en dan was hij nou niet gelijk gaan slapen. Nee, en Jordi die had het ook even gehad met alle drukte van de kinderen en zo. Mm-hmm. Dus die heb ik even meegenomen en toen hebben we gegeten en ja, daarna gedoucht. De kinderen waren echt zo moe. Dus ja, dat. Maar ze hebben het echt heel leuk gevonden vandaag, hè? Ja. En we vonden het ook echt leuk om mensen te ontmoeten die ons vlogs volgen. Dus ja, bij deze. We gaan deze ups en down ook afsluiten. We ruimen nog wel op en we zetten alles klaar voor morgen. En dat was het ook wel. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.